nemen wij u mee op een tocht door Scherpenzeel in 1964. We beginnen aan de Hollevoet, bij Jan Renes achter het huis. Waar het hooi voor de hooibarg klaar staat, met op de tractor Arend Blauwe erop. Kees Vlaanderen klemt via de hooibarg omhoog om een handje te helpen bij het lassen. Ook de kippen moeten gevoerd worden en Kees neemt dit voor zijn rekening. Echte scharkkippen binnen en ze zien er goed uit. Jan Renes, een boer met een strapdas, komt een kikje nemen en jaagt de kippen wat op. Nu kikken we eventjes op het gemeentehuis, terwijl het college in vergadering is. Wethouder Pieter Jong spreekt de gemeentezaken door met wethouder Jan ten Ham van het postkantoor. De burgemeester Hoytema van Kanijnenburg is natuurlijk ook aanwezig, terwijl Holwerf met Andries van den Berg aan het werk bent. Adem Brummel met haar werk bezig en Veenvliet, de gemeenteontvanger, telt achter zijn bureau de centen. Politieagent Hiedrink verwerkt de processen verbaal, samen met agent Brummel, de vader van Adam. En Marie van Doren is aan het stenselen, terwijl Koos Rebergen, de gemeentebode, de post naar de Holwerf brengt. Het wordt tijd voor een tochtje. Burgemeester Hoytema met wethouder De Jong en Jan ten Ham en Barend van den Brink, de gemeentesecretaris. Het rijtuig van Jan Renes, die op de bok zit, staat klaar. Politieagent Henk van het Spijker houdt een oogje in het zeil. Het doel is het pas gerestaureerde Hoge Huis, om daar eens een kijkje te gaan nemen. De Nederlands Hervormde, of Grote Kerk, met het interieur. We zien het orgel met erveur het balkon. We gaan naar het oosteinde, richting Renswoude. Koeien zijn nieuwsgierige dieren. De koeien van Helmut van Wessel komen dan ook kieken wat er aan de hand is. De riemen hebben ze nog om, voor op stal te gaan. En de horens zijn nog aanwezig. Zo was het in die tijd. Op het oosteinde zien we Grietje, de vrouw van Helmut van Wessel, bezig met de rebarber. En hun dochter Marga. Het huis van Kuzintje was eerder een transformatorhuisje. Brouwers in het tuin bezig. Jan Schimmel van Gooswillige. Hier is Jan Schimmel beter te zien. Dit is de vrouw van Wim Schuur. We gaan verder daarop in. Fransje Vonk in het midden en Jantje van der Haar en de vrouw van Schuur. De vrouw van Henk van Rij. En Henk van Rij zelf. En zoontje Henny. Riek Vlaanderen. En Geert Hardeman, de koeienkoper, maait zijn gras. Zijn dochter Trui Hardeman ligt met TBC op bed. De vrouw van Jan Hardeman en de dochters. We komen nu bij Lombok. Daar komt Dirk Dirksen, de geitenboer, voorbij. En Grade Stuvenberg probeert over te steken. Ina van Meijnert van Kampen. En is dit niet Wim Lansing? Piet van Els en Joop van Els, de schilders. Vooral de boer komt met haar zoon eens kieken. De vrouw van Bart Pater gaat een bosje bloemen knippen. Een vrouw van het Brandhof met een vertegenwoordiger in haar kruidenierswinkeltje. Dit huis wordt later de Goudvallei. Woonde daar toen niet de familie Navest? E. Vonk heeft altijd wat te zeggen. Het Doornenbospark. De bocht bij het Zwaantje. Lekker rustig in het dorp. Dit is Leide Hooyer, de vrouw van Piet van Schaik. En Barend Hooyer met de vrouw van Gert Hooyer. Jap Boom is de vader Jan. Marie Wolleswinkel, de dochter van bakker Kees. Jan Boom maakt klompen in de werkplaats, achter zijn huis. Alles nog met de hand. Snieren en boren, een vakman aan het werk. Bakker Kees Wolleswinkel en zijn zoon Kees Wolleswinkel met Marie Wolleswinkel en Beb Wolleswinkel, de vrouw van Wim Veenendaal. Bart Wolleswinkel met de pijpen. En de knecht, het schik in zijn werk. Daar komt Jan Boom, de klepperman. Hier roept, hedenmiddag om 3:00, vrij vangvlees bij de eierhal. Truus Binnen stapt op de fiets en Tarpstraat, de weduwe van Bart van de Weert, met de tweede man. Jans Broekhuizen Krop ligt ziek op bed. En de schoonzuster komt op bezoek.
is dit vrouw Duinhof, de vrouw van Teus Veer en meester Verkerk. We nemen een kijkje in de kapsel van Rijn van der Pol. Beb de Gijs wordt geknipt. Lies Mens zit onder de krulsvelden. Onder de droogkap zit Lien Budding. De vrouw van der Pol. De Dorpstraat in. Geert van Brugge, de schilder en het postkantoor aan het plein 1940. De postbooier pakt zijn fietstassen voor zijn ronde. Jos Hoevers en moeder Kuit. Jan Renes heeft nog een handeltje met Jan Overeen. En Weijer staat voor zijn herenmodezaak en zijn vrouw maakt de stoep maar weer eens schoon. We kijken door de poort vanaf het park naar de achterkant van het hoge huis. Bart van de Grift en Appie van Silfveld. Piet van de Grift met Bart. We gaan naar de slagerij Bakker. Jan Bakker senior en zijn vrouw helpen een paar klanten. Natuurlijk een plakje worst voor de kinderen. Het is een familiebedrijf, want hier is Jan Bakker junior en Bart Bakker bezig. Corrie Liefting de Vries en Rijk Henko komt aangefietst. We kijken nu in de Markstraat. Gert van Ekeres en Sal Velhuizen uit de Prins. En Jan Bloemenal neemt er nog eentje. En vrouw Vos komt aangelopen. De Kromme Hoek, nu Markstraat ter hoogte van Kees Valkenburg. En Jan Hardeman. De Schillenboer komt langs met de wagen. En Rije Wessering kijkt toe. Beb van de Gijs Blanke. En Kees Edeveen. Bart van Meulen op de fiets. En Kobi Vonk van Ginkel met zoontje Gertje kieken toe. Bart Boom en Teus Vlasten. We gaan naar de openbare lagere school aan de Dorpstraat. In een klas drinken meester Van der Hoef, meester Appelhof en juffrouw Greet Alberda een kopje koffie. Op het plein voor de school doen de kinderen allerlei spelletjes. Nou, spelletjes. Onder het toezicht oog van het personeel. Bokjes springen en altijd dezelfde grap van de juffer en de meester. De film terugdraaien. Enkele kinderen, waaronder Gert-Jan Holwerf en Rijn Rotten. Juffrouw Greet Alberda heeft er schikken. Zwaaiend komen de kinderen op ons af. Oei, dat gaat niet helemaal goed. Kaatsen ballen tegen de muur van de coöperatie. Wie kan dat tegenwoordig nog? Hier nog eens vertraagd. We gaan weer verder. Daar komt Art Stuvenberg aan gefietst. Job van de Vliet van Ebbenhorst. De Amersfoortse Bank en de vrouw van Gert Stijman, de loodgieter. De Lindenlaan, naar het noorden gezien. Sophie Bakker Middeldorp en mevrouw Lid. Verwij van de manufacturen met kinderen. Vier van Doren de Kruif, Lap de Ramen. En de vrouw van kruidenier van Wim Middeldorp. Meneer Roest, voorganger van de gereformeerde gemeente. Greep broertjes Hooyer in de deuropening van de winkel met haar zoon Dirk. Job Inkehaag de Slager gaat zijn ronde maken. De vrouw van Geurt Middeldorp poetst de ramen. En Marinus Blanke de melkboer. Verwoed voor zijn sigarenwinkel. De Willelaan met rechts de driekleur. De smederij van Berendsen aan de Willelaan. Martien Berendsen is aan het lassen. En een van de Brink wordt een paar profielen. Over hem met de sigaren is in een gesprek met Henk Berendsen. En Adriaan van der Haven is aan het stansen. Ze maken stalinrichtingen voor kiepen. En Hendrik Berendsen legt uit hoe het werkt.
begon er een van de belangrijkste bedrijven uit die tijd, de Driekleur. Gerrit van Rotselaar aan het werk. En Kees van Wijk wikkelt de draden af terwijl Siet Veenstra de machine naloopt. Ook Jan Lanzing is drukdoende. Is dit Peet van de Wetering of Thijs de Koning? Kees Wagensveld kijkt of alles goed gaat. En op de achtergrond is Jan van Hinkel bezig. Kees Vlaanderen en Kees Achterberg. Wat is dat nu? Vraagt Jan Dijkhorst zich af. Linkstad van de Pool. We zien achtereenvolgens Frans Veer, Ties van der Haar, Dirk Valkenburg, Gerrit Vlaanderen, Bart van Zanten en Han Aarsen, Kees Budding, Rini Wagensveld, Bart de Koning en Van Kampen, Piet Wagensveld en Henk Valkenburg is haltes aan het maken. Op kantoor boekhouder Evert van Leuveren en Barend Hooyer. Dirk Nederlof en nog net zichtbaar Goos Geitenbeek. We vervolgen de Dorpstraat richting Holleveld. Anton van Zetten, de kapper. Bart Wolleswinkel brengt zijn koe naar de stier. David Plezier, Henk van Leuveren en Bartus van Amerongen. Wim van Zetten, de smid. De Witte Holleveld en de huizen er tegenover. Jan Renes haalt de melkbussen naar huis. Willem Spaan kijkt lachend toe. De voddenboer komt voorbij. De Holleveldschool gaat op schoolreisje. Wout van Hussel, meester Groeneveld, achter hem meester de meester. De vrouw van meester Groeneveld en dochter. Juffrouw Schoenmaker, volgens vele de liefste juffrouw van de wereld. Arie Enkaag komt voorbij. Dit is een dochter van Cor Meerveld. Moeders komen hun kinderen uitzwaaien. Waaronder Cynico Zijnse Aarsen en Seel van de Broek Wolleswinkel. Neeltje van de Haven. De kinderen worden ongeduldig. Janus Davelaar in het boshokje wil duidelijk niet gefilmd worden. Ik kijk niet hoor. Weer een tochtje met Jan Renes. Vrouw van meester Groeneveld en de meester zelf. Ook mogen er een paar kinderen mee. Instappen en een goed plekje zoeken. Juffrouw Schoenmaker controleert alles. Jan Bakker van de Mulder met de ponyka. Gerrit Bakker, de Mulder, helpt met parkeren. De bus kan eindelijk vertrekken. Jan Blauwedraad van boerderij De Pol aan de Brinkkant komt voorbij fietsen. Zwaaien! De bus is gedraaid en er wordt nog een keer gezwaaid. Arie Werkman, de melkrijder, haalt de bussen met melk. Gerry Hendricks kan weer gaan vegen. Jan Renes in Ten Valkenburg met erachter Hannes Veldhuizen. De benzinepomp bij Veldhuizen. Dit is zijn zoon, Joop. De maalderij van Bakker aan de Molenweg. Bakker de Mulder. Gerrit Bakker brengt een zak meel naar Jan Bakker. Boven aan de band staat Gert Vonk, terwijl het graan in de zakken stroomt. Op kantoor zit Jan Bakker. Adriaan Bakker bespreekt de laatste ontwikkelingen. De griffemeerde kerk aan de Molenweg met de deurslag. Jan Bakker komt weer thuis met de ponykar. We komen bij de stationsweg. De vrouw van Bakker Escher met de kinderen. Achter Bas Vermeulen
Met de pet op staat Breus Blauwedraad. Ze staan bij de EBM op de stoep. Wouter van Kampen. Een blik richting Woudenberg. Hankie Heikamp. De vrouw van dominee van de Veen steekt over. Dit is Van Wakeren. Dikkie, de vrouw van Gerrit Blauwedraad en dochter. Weer de stationsweg richting Woudenberg. Vrouw Homoet geeft de bloemetjes water. Jansje Blauwedraad van de Bos en de kinderen. Libo van de kleine Holleven. Jan Renes toont zijn jongste kalver. Dit is zijn vrouw. Tierske Schimmel met de poedeltjes. De vrouw van Ab Bijlhuizen. We gaan weer terug naar de openbare school aan de Dorpstraat. Er zijn al een paar kinderen op het plein. Lies van den Broek toont trots de kinderwagen en de nieuwe pop. Juffrouw Greet Alberta. Jan Hendriksen van de Vlieterweg komt voorbij. De grote kerk met Philoletes, de oude pastorie. Monument van de gevallen uit de Tweede Wereldoorlog. Nog een keer Philoletes met de pastorie. Mevrouw Renke zit in de tuin met dochter Rieneke. Hier dokter Renke zelf. Willy de Koning poetst de deur. Jan Renes en Tanders Kramer in de weer met de VVV-vlag. Daar gaat hij omhoog. Henny Jonker is aan het voeren. Het beukenootje, de kleuterschool aan de Beukelaan. Lekker schommelen, wippen, spelen met de watertafel en scheppen in de zandbak. De zelfgemaakte glijbaan. Dit is de vrouw van Piet de Jong. En wethouder Piet de Jong zelf. Vrouw Veenendaal kijkt ons lachend toe. Huizen van de Driekleur aan het eind van de Wibberlaan. We gaan nu naar het zwembad. Fietsen in het rek, omkleden in de kleedhokjes en onder de douche, die altijd koud was. Cor van Bart Wolswinkel en het overbuurmeisje Willy van Jan van Rotselaar. En dan lekker zwemmen. Badmeester Chris Sangers met Yvonne Huibes en Betsy Hoevakker aan het zonnen. Dan leggen Cor Wolswinkel, Cor Rotselaar ter Burg, Sien Kozijnse Aarsen en Ali Budding Kleinveld. Ook de kinderen willen graag bruin worden. Badmuis verplicht en aha, de film wordt weer teruggedraaid. Let eens op de badmode van 1964. Dit is natuurlijk vrouw Huibers. Ze hield alles in de gaten. Het pierenbadje lekker spetteren. En daar ligt John van Meulen. Vrouw Groeneveld en rechts vrouw Bom. Agent van Spijker komt even wat vragen aan Huibers. De Eikelaan met tegen de boom
Henri Wagensveld. De Platanlaan. Adriaan de Burg en zijn vrouw Riek zitten in de tuin. Lena van Brugge Bakker poetst de deurknop. Joop Bakker en Dirk Vlaanderen. Stijn de Burg Kator en Neil van Wim Vonk, terwijl Kobi Vonk uit het bovenraam hangt. De vrouw van Wim Berenes bezig in de tuin. Riek Overeem van Rotselaar heeft het wel gezien. De Markstraat met links de eierhal. Stien, de vrouw van Teus Hazeleger en Betje, de vrouw van E. Vonk. En E. Vonk zelf. Vrouw Ruller en vriendinnen. Jan Renes kriest koffie en vrouw Veenendaal kiekt toe. Is dat de vrouw van Jan Luttevel en de vrouw van Adriaan Bakker niet? Het is niet alleen koffie drinken, maar er worden ook allerlei belangrijke zaken besproken. Zelfs de financiën komen ter sprake. Gert Methorst, de wagenmaker, en hier Jan Vlaanderen. Aris de Kruif met zonnebril en de vrouw van Aris de Kruif. Hier zien we de Vlieterweg. Dit is Sarah Verzetten. Jannie van Ginkel van Brugge, Betta van Brugge en Truus Hoevakker moeten bijpraten. Jan Vlaanderen met Teuntje Jansen, de vrouw van Jan Hendriksen. En Ger Jansen Rietberg harkt het gras bij elkaar. Jo van Elst, de postbode. En Wijntje Ossenbrugge van de Betering. Harry Dijkhorst en Henk Wagensveld. De vrouw van Bart van Brugge met de fokhond. Stien Veldhuizen is in de tuin bezig. De vrouw van bloemist Aart Pluigers en Aart zelf. En de vrouw van David Bakker. David Bakker en hun dochter en kleinkind. De vrouw van Jan Valkenburg en de vrouw van Gatjan Donkelaar van boerderij Het Dorp. Ook al in de tuin aan het varen. Huizen Scherpenzeel. De heer Krop fietst over de glashorst en Jo Verdijk kiekt toe. Daar staat de glashorstschool met juffrouw van der Band, Ger Leeuwendrent, Gert Methorst en Jan Verzetten. Een blik op de industrielaan. Ali de Koning Stormbroek en de vrouw van Dijk Bekker in de deuropening. Vrouw Mispelaar hangt uit het bovenraam. Rienus Veldhuizen en Reni lopen over de bouw. Corrie van der Dikkenberg, Veldhuizen, en daar kijkt Joop van Brugge ook om. Jenneke van Brugge, de zuster van Jopie, en Gert Veer zijn aanwezig. Dit is de bouw van het kantoor van Heuga aan de Industrielaan. Jan van Rotselaar, Dries ter Burg en daarachter Gert Veer. Ze zijn aan het beton vlechten. Belangstelling uit de buurt is er. En het kind moet natuurlijk ook op de film. Zo ook de baby. Toos de Koning Inkehaag gaat ervoor staan. Dit zijn de keuën van Mispelaar. En vrouw Mispelaar controleert een toonbigge. De pinken en kalveren op de Breehoef bij Hein Garretsen. De vrouw van Hein Garretsen. En Hein Garretsen melkt een koenaar. De melk wordt gezeefd voordat het in de bus gaat. Jan Drenes gaat op bezoek bij Jan Koudijs, de bosbaas op Voskuilen. Jan Koudijs heeft een verzanterie. De jonge verzandjes worden in de ren gefokt voor de jacht. Als ze groot genoeg zijn, worden ze in de natuur uitgezet en bijgevoerd. Tot de jachtpartij begint. Terug in de Dorpstraat. Bij Broertjes. Dirk Broertjes met een klant die de bank en de stoelen keurt. En Dine Broertjes hoor toont vitrage. In hotel-restaurant Borsig is het druk. De gasten worden bediend door Cor Schouten Hartog.
Bert Klumpenaar van Oosteren staat achter de tap. Het is er gezellig. De mensen maken een dansje en wachten op het eten. Miek Klumpenaar helpt zijn vrouw en tapt een pilsje. Onder de leiding van Reijer Westening staat de brandweer in het glit bij Markzicht. Reijer Westening komt aangelopen en Gert Vonk staat bij de kraan. Anton Vonk en Joop Methorst staan er ook bij. Kees Valkenburg met de spuit. Berend van de Wetering en Kees Valkenburg. De stralen worden getest. Anton Vonk en Joop Methorst. Kees Veenvliet, Kees Valkenburg en Berend van de Wetering. Jongens kijken toe op de oude dumpwagen van Gijs van den Broek. Het publiek wordt nat gespoten voor de eierhal. Einde oefening, de spuit wordt afgekoppeld. De dochter van Kees van den Barge, het borsthuisje, staat te kikken. Geert Vermeulen, Jap Vonk, E. Vonk met de pet op. Wim van de Veer uit Café Markzicht met zijn vrouw en dochter Wil. Op weg naar de schietbaan. Arie Valkenburg met daarachter Jan Koudijs. Hendrik Berendsen rechts en Jaap ten Broek klaar om te schieten. Daar komt Gert Maarthorst aanlopen. Jan Koudijs mikt zorgvuldig. Henk Pater, Adriaan ten Burg en Martin Berendsen. Arie Valkenburg schrijft naast de schoten de resultaten op. Jan Overeem en voorzitter Gert Maarthorst en Rolf Lid. Rijn van Els maakt zijn geweer klaar. Ook burgemeester Hoytema is een fervent schutter. In de put zitten de aanwijzers. Jan Overeem legt aan en Arie Valkenburg kijkt gespannen toe. Het voetbalveld op Wittenberg wordt in orde gemaakt. Op de wagen staan Teun Valkenburg en Henk Vonk. Er moet zand worden gestrooid om het veld bespeelbaar te maken. Henny Veldhuizen en Rien van der Haar met sigaar. En het clubhuis van de voetbalvereniging Scherpenzeel. Henny Veldhuizen maait het gras. En Kees Budding kijkt of het goed gebeurt. Bij de Hollevoetschool komen ze terug van het schoolreisje. Moe en vol verhalen stappen de kinderen uit de bus. Moeders staan hen al op te wachten. Dit is Gerrie ten Broek. Juffrouw Schoenmaker is er ook weer bij. En meester de Meester neemt de laatste spulletjes mee. Vrouw Bakker van de Mulder. En daar komt Van Manen uit de groep aangefietst. Er is een optocht door de Molenweg. Voorop de ponyclub van de Willenruiters. Dan volgt de muziekvereniging Cecilia in vol ornaat. Gymnastiekvereniging Doto met Dick Klumpenaar. Voetbalvereniging Scherpenzeel, gevolgd door de voetbalvereniging De Valleivogels, met Barend Hoorn. De padvinderij, of de scouting, zoals het nu heet. Hier Mipje van de Broek. En de jongens van de brandweer. Personeel van de Glashoofdschool, juffrouw van der Brand met haar zuster, bovenmeester De Graag, juffrouw Schuilenburg en juffrouw Schoenmaker. De Beatrixlaan. Herman Pul gaat met zijn groentekar rond. Joop Vermeulen en Jo Rebergen. Ria Pul pakt groenten voor Korwagensveld Westruis.
Anneke, de dochter van Piet van der Wiel, met haar kind. Ria Pul helpt weer een klant. Dit is Tini Valkenburg-Seidel. We worden uitgezwaaid door de scherpe Zeeuwse jeugd. De Marijkelaan. Truus van der Wetering, de koning in de tuin. Jant, de vrouw van Jan Voskule, verft dat tuinhekje maar weer eens. De vrouw van Jan Kees van Brugge, Job Gijsbertsen uit Veenendaal. Hij werkte voor de Gruiter. Hij bezorgde boodschappen in Scharpenzeel. Jan van Brugge, Bezoom. Het eind van de Begrietlaan. Met vrouw Droog en zoon. Hier eindigt de film over Scharpenzeel en haar bewoners in 1964. Tijden veranderen snel. Op deze manier hoopt de vereniging Oud-Scharpenzeel een stukje verleden te hebben bewaard.